Nou, we hebben heel leuk nieuws. We hebben voor het eerst in jaren weer jonge capybara's rondlopen hier in Gaiazoo. Vorig jaar hebben we uit de apenhul een nieuwe man gekregen. En de introductie van capybara's is best wel ingewikkeld. Dat kost heel veel tijd en het gaat vrij langzaam en moeizaam. Uiteindelijk is de introductie geslaagd met succes. Je ziet vaak bij diersoorten ook nog wel eens dat jongen bijvoorbeeld kaal, doof en blind worden geboren echt in een nest. En dat is bij capybara's absoluut niet. Capybara's zijn zogenoemde nestvlieders. En hun draagtijd is ook 5 maanden, wat relatief lang is. En eigenlijk als capybara's geboren worden, kunnen ze dus ook gelijk mee. Dus ze zien ook gewoon, ze horen alles, ze hebben ook gewoon vacht. En hier al na eigenlijk 2 dagen begonnen ze ook al mee te eten van het vastvoer. Ja, wij verzorgers zijn natuurlijk heel erg blij hiermee. Het is heel lang geleden dat we jonge capybara's hebben gehad. En dit maakt het werk natuurlijk wel extra leuk. Kleintjes erbij.